goed is. Hallo, hey. Kan je het zien? Cindy is even aan het filmen. Kijk dan, Cindy is even aan het filmen. Die denkt, ik ga even zo mensen filmen. Jij komt in mijn camera staan. Dochters. Camera. Oh, zo, die Bugatti ziet er dik uit op camera. Goed, hè? Nou, film even. Jordi ook. Die ziet er ook dik uit op de camera. Ga je het proberen? Bluff dat je het erin edit. Hallo jongens en meisjes, dames en heren en welkom bij weer een nieuwe vlog. En ook welkom bij de laatste aflevering alweer van de Gumball 3000 van 2019. En zoals je waarschijnlijk vorige week hebt kunnen zien, gaat er in deze vlog iets niet helemaal goed. Sterker nog, er gaat iets behoorlijk fout. En wat gaat er fout? Dat ga je natuurlijk zien. We gaan gewoon even terug naar wat je vorige week als laatste hebt gezien en dat was dat ik plaatsnam in de Range Rover. Want na een lange dag rijden in de Veyron was het wel eens even lekker om plaats te nemen in een auto met airco, massagestoelen. En ja, zoals je kon zien was mijn hoofd daar aardig verbrand. Dus het was gewoon even lekker om plaats te nemen in een comfortabele auto. Alleen wist ik nog niet dat er me nog iets te wachten stond. En nou ja, goed. Dat ga je zien. Nou jongens, jullie gaan het weer meemaken. Ja, het is... ik weet niet of het leuk is om naar te kijken, maar het is in ieder geval hectisch. Heel hectisch. En ik kan jullie vertellen, ik ga even lekker genieten van de rust van deze heerlijke Range Rover. En van de aanwezigheid van mijn lieve Cindy. Ja, het is toch wel altijd lekker met jou rijden. Het is met Nick ook gezellig hoor, want ik weet dat hij mijn vlogs kijkt, dus ik moet wel even een beetje positief blijven. Nee, maar Nick, het is echt wel gezellig. Het is afgesloten. Sen, laten we even draaien dan. Sen, schiet eens op. Is het allemaal aan de hand, jongens? Zal ik kijken of ik hem kan aanhouden? Nee, joh, gek. Je gaat toch niet de brandweer aanhouden? Wat we moeten doen? Ja, dan zullen ze gewoon wachten. Zin, doe je deur nou even dicht. Ja. Als je in de verte kijkt op dat bord, dan zie je het al. De snelweg is dus nu in zijn geheel afgesloten. We kunnen geen kant meer op. Dit is de enige weg die we ook kunnen volgen. En overal hier rondomheen staat het helemaal vast. Er komt geen auto meer doorheen. Ja, en dan? We kregen heel veel berichten vanuit Spanje dat daar iedereen aangehouden werd en dat mensen niet doorgelaten werden. Maar we zijn nog niet eens Frankrijk uit. Sterker nog, we zijn nog niet eens bij de grens met Spanje. Het is op dit moment 7:10. En... ja, we komen gewoon geen stap verder. Hoe gaat dit nou weer aflopen? De reisleider, Nick. Ah, Nick, zeg het maar. Wie kan? Only way is up. We zijn zojuist aangekomen op plaats van Nikke. Naast ons staan een paar rijke jongens met dikke waggies. En ja, zoals u hebt gezien hebben wij de weg voor hun afgesloten. Dit kan niet zo langer. Het is een weg waar wij regels hebben afgesproken met elkaar. 120, 130. Laten we ophouden jongens. Deze jongens komen hier niet om zich te verplaatsen van A naar B. Die komen hier gewoon om een stukje te ravotten. Gewoon 200 km per uur soms. Dat kan gewoon zo niet langer. Nou, bedankt voor uw commentaar. Ja. Tot de volgende keer. Dank u wel. Buurman en buurman. Opgelost. Oké, we gaan het weer proberen, jongens. We gaan proberen een omweg te zoeken. Ja, hallo, daar ben ik weer. Ik ben heel benieuwd. Zal je zien dat ze hem straks hier open gooien, als we nu wegrijden? Where are you going? Just go! Wat een gedoe. Nou goed, we zijn alweer gestopt, want er zijn nu ook problemen met de Veyron.
Die geeft een melding. Daar gaan we nu even naar kijken. Maar hij moet eerst even ons zien te vinden waar we nu staan. Dus. Dit begint nu wel een beetje penibel allemaal te worden. Maar het komt vast wel weer een keertje goed ook. Goed nu? Nick? Is die goed? Ja, let's go. Kijk. Nou goed, wederom zijn we onderweg en we hebben nu iets van een detour gevonden. En de auto is blijkbaar gefixt. Ik weet niet wat er precies mee aan de hand was, maar het zal goed zijn. En nu gaan we dus zoeken naar een oprit voor de autosnelweg. We staan hier langs een snelweg waar we eindelijk de snelweg gevonden hadden. Ik had nog geen 5 minuten in de Range Rover gereden en we wisten al dat er wat problemen mee waren. Hij had een engine light aan en meestal, ja, weet je, Engels. Dat kan gebeuren, dat hoeft op zich niet een heel groot probleem te zijn. Maar we weten wel dat er gisteren mensen heel hard mee hebben gereden en die zeiden van ja, hij is te langzaam en hij loopt niet goed. Oké, prima. Nou, we hebben daarna vrij rustig ermee gereden. Nou, op de snelweg begon die ineens te haperen, te tikken. Gewoon een geluid wat je niet bij een auto wil horen en al helemaal niet van een motor. Nou ja, goed. Eindstand, we staan hier langs de weg. Al het vermogen is weg. Wil niet meer starten, wil niet meer in de versnelling gaan, wil niet meer in zijn neutrale gaan. We komen hier niet meer weg. En dan sta je hier in Frankrijk. Terwijl je eigenlijk al in Barcelona had moeten zijn. Dus dat. De gendarmerie is gearriveerd. Ja. Wat doen we eraan? Dat is ineens dit je uitzicht. Dan zitten we in de vrachtwagen met het Frits en de auto achterop. Je hebt wel eens pech, maar dit is wel echt heel erg veel pech hebben. Oui? Hallo? Hi, ik heb een Q5. Oké, prima. Wij worden nu meegenomen naar zijn atelier ergens. Dat schijnt hier 5 minuten van die plek te zijn waar we net stopten. Perfect. En dan gaan we daar naartoe. App me zo over je locatie, kom ik mee toe. Ik ben hier al bijna klaar. Is goed. Doei doei. Ciao. Dat is Frits. We zitten echt heel schattig in de too cute. In de vrachtwagen. Nou jongens, tot zo. Doei doei. Ciao. God, where is he?
en Frits, daar staan we dan. Zeker. Ben je nog blij? Nou ja, het is wel erg balen van de auto natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Zo zit je in de V-Ron en zo sta je op een afgelegen terrein met een kapotte Range Rover. Ja, ze zeggen dat hoort bij de Kumbel, maar ik moet je vertellen, ik vind het... het is nog niet de leukste Kumbel tot nu toe, kan ik je wel vertellen. Maar ja, het is niet anders. We moeten het hiermee doen. Ik ben hele vriendelijke mensen. Ik spreek alleen maar Frans, dus ik ben blij dat ik nog een beetje heb opgelet met mijn Franse les op school. En hopelijk worden we hier zo opgehaald, want Cindy is al een auto gaan huren samen met Nick. Ze was nu al foto's aan het doorsturen van de prachtig nieuwe Audi Q5. Ja, en die Duitse techniek is waarschijnlijk toch weer beter dan dat Engelse, want je ziet het. Ik probeer nog een beetje vrolijk te doen, maar het is wel echt een lange dag geweest en dit is geen leuke afsluiter. Maar ja, wat doe je eraan? Ja, goed. Oh, Josh is er ook nog bij. Hallo! Mensen weten niet wat ze overkomt hier zo. Je weet letterlijk niet wat ze overkomt. Gewoon een splinternieuwe pista. En een Veyron. So close! Help me! So far away! Please help! No! No! Don't leave me! Hey, een vet bakje. Zinny. Ze krijgen hem er niet meer af. Ze krijgen hem echt met geen mogelijkheid eraf. Wauw. Een draadje heb ik voor jou nodig, kan dat? Een draadje, waarom? Voor mijn telefoon, zodat die kan navigeren. Waarom dan nu weer? Waar is alles gebleven? Die houder zit nog in de Range Rover trouwens. Nee. Heb je het uitgehaald? Ja. Is dat deze? Maar waarom zitten we nu in een Audi, hoor? Omdat dat gewoon Duits is beter dan Engels. Dat is gewoon een feit, klaar. We gaan er niet over discussiëren, het is gewoon zo. Duits is beter dan Engels. Sorry mensen die in Engelse auto's rijden, het zijn echt super fijne auto's om... soms mee te rijden, maar... Ze zien er heel mooi uit. En ze zien ook nog mooi uit. Hoe werkt dit? Gewoon inklikken. Wel, de vlog must go on, zeggen ze. Hallo, de Illy. gaan we naar de tankstation van de net? Nou, daar gaan we mee, jongens. Dankjewel. Uit als een gezellige auto. Nou ja. Zo komt een lange dag alsnog ten einde. Nou, we zijn gelukkig aangekomen in Barcelona. En we zijn ook gelukkig in goed gezelschap, zoals je ziet hier in de parkeergarage. En ja, wat een dag was dit. Wat een dag. Nou, we hebben niet veel meer gefilmd op het laatste moment. Was ook niet veel meer te zien, want het was natuurlijk donker. De batterijen waren leeg. Ik was leeg. En we hebben eigenlijk alleen nog maar gewoon vrij rustig gereden. Want er was nog heel veel politie op de been. En we zijn aangekomen. De spullen zijn er. We zijn helaas niet meer met een Range Rover. We zijn op dit moment met een Audi Q5. Wel een nette auto. 800 kilometer stond erop toen we hem opgehaald hebben. Dus ja, weet je. Het kan altijd slechter, maar dit was niet de beste Gumball dag ooit. Zo, zin. Dus. Don't be gentle. It's a rental. Lekker geslapen? Ja. Ja, jij wel, je ziet er wel uitgeslapen uit trouwens. Ja. Wat heb je gedaan? Ben je niet naar de club geweest? Jawel. Maar ik dacht zelfs dat we om 3 uur terug waren, maar het was dus iets later. Nou, alleen Jeroen nog. Waar is Jeroen eigenlijk? Jeroen staat te douchen. Ik hoorde dat hij heel goed vindt van douchen. Dat was wel iets later dan 3 uur waarschijnlijk. Ik zou zeggen, welkom vanuit Barcelona, vanuit een wat legere garage voor de laatste dag van de Gumball. Vandaag gaan we vertrekken richting Ibiza. Ja, er staan hier nog een aantal auto's. Het is vrij laat geworden voor heel veel Gumballers afgelopen avond. Dus ja, Pok is er nog zo te zien. Er staat hier nog een auto. En onze auto staat er natuurlijk nog. En we gaan dus snel vertrekken. Ja, we moeten natuurlijk het water oversteken om in Ibiza te komen. En we zitten nu nog in Barcelona. Een ritje van 4 uur richting Denia.
En het schijnt helemaal, maar dan ook helemaal vol te staan met politie. Uitgelopen. Doe maar voor de bühne, anders hebben we gelijk foto's. Ja, moet wel even de spotters deken natuurlijk. En meneer Dost. Maar zullen we nu maar gewoon er doorheen gaan rijden? Ja, als we weg mogen. We worden gewoon geblokt. Niet meer met een gumball rally door Europa rijden, want ja, ze weten het allemaal en overal staat politie en als je maar een klein beetje te hard rijdt, dan word je aan de kant gezet en dan ben je nog meer tijd kwijt. Dus kan je eigenlijk beter gewoon aan de snelheid houden, want dan ben je gewoon redelijk op tijd op bestemming. Wat moet ik doen, want deze is leeg. Ga maar joh, ik ga wel achter je aan. They're already waiting for me. Keep behind her and just go on. He's now getting nervous. Yep. Yeah, just gumball. Just gumball. Okay, just we're gonna gumball. Let them go without us. Este me parece que ya hizo la prueba de droga, ¿sabes? What? I thought like some shit was gonna happen, it'd be so funny. Yeah. Cindy, ik rij weer. Cindy, ik rij weer. Oh, Nick! Ik wacht verderop bij Fabje. Hoe kom je aan de verstek? Fell off a truck. Yeah. Ja, en als je afvraagt hoe het gesteld is met eten bij de Bimbona, ja, dit is ons eten. Moet je zelf verzorgen. We zijn nu bezig om in te laden op deze grote boot hierachter. Maar ja, blijkbaar is het dus ook een boot waar normale auto's op gaan. Dus het is niet echt een gumballboot. Ja, we hebben ook al wat schades gehad bij de gumball. Zoals bijvoorbeeld deze Mercedes hiervoor. Die is aardig toegetakeld. Ik weet niet of de camera hier lang blijft doen, maar als jullie weten hoe ontiegelijk warm het in deze boot is, dat is niet normaal. Ik denk dat het hier niet overdreven een graadje of 50 is. Nou, zoals je ziet worden alle auto's nu ingeladen en ja, of het allemaal gaat passen. A few moments later. Heeft hij een lampen aangehouden? This is my friend. Yes. If you don't go now, I close the door and you wait here. 2-3 hours. My passport is in the other car. Your passport is outside. My passport is there. I close the door, okay? And you go out when you want. Okay, I go. Ja, zo zie je maar. Nu zijn we op Ibiza en ja, zo moet je het zeggen hoor, want ik vind het ook maar een beetje raar klinken, maar. Zelfs hier zijn ze niet heel erg blij met ons. We moesten even onze auto verplaatsen vanuit de haven naar ja, een stukje publiek. De port authorities of wie het ook mogen zijn, waren niet heel erg blij met onze aanwezigheid. Dus we staan hier even te wachten op de rest van de groep en gaan we zo verder richting het hotel. Maar ja, wat kan ik zeggen? Het is wel een beetje op zijn. Dit was het laatste stukje. We zijn met de boot hier aangekomen. Ik geloof dat er nog een soort parade richting het hotel is en daarna houdt het gewoon op. Yo. We gaan de auto's inladen. We gaan dus de auto's inladen.
gumball. Prachtige zonsondergang op de achtergrond. Nick, wat vonden we van de gumball? Nope. Dat was leuk. Ik heb er één dag mee gedaan. Ja. En dat dankjewel was... trouwens voor het meedoen voor mij. En dat vonden we helemaal niet erg. Vooral niet met, ja, kom op, met zo'n auto. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Volgende keer doen we wel een echte leuke rit. Want het was wel een beetje met hordes deze keer. Maar ja, hey, we zijn op Ibiza en Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey Nick, film even. Wat? Ah ja, dit is wel een goede promo inderdaad. In zo'n dikke auto. Oké, foto. En geen steenslag meer. Echt niet? Nou, die ene idioot die een vaststap heeft. Ja, die al die steenjes op je auto gooit. Dit is echt fantastisch, jongens. Wauw. Dit is echt gek. Wauw. Dat is echt wauw. I cannot believe it. Wauw. Wauw. Na die van jou. We should all go to JD Customs. This is amazing. And you can put the car on fire. I'll show you right now. Nee, hij zit aan elkaar vast. Maar dat is niet erg met Jordi's X-Spel. Brengen we het aan. Moet het goed doen. Dat is goed. This is how we attach the X-Spel. Best system in the world. No stain schlek. We all good. Dankjewel voor het filmen. Tot ziens.